Goedemorgen allemaal, het is vrijdag en dus is het weer tijd voor mijn vlog van deze week. En Niels zit te eten, het heeft even wat gekost. Hij zit weer een beetje in een fase en ik hoorde het vanmorgen op de app met per se knuffels. Oh, gezondheid! Knuffels en zo mee willen nemen en dat mag niet, want die zijn voor de slaapkamer. Maar goed, we zijn er nu weer overheen, we zijn aan het eten. Het was een beetje vroeg, want... Sven die staat altijd 6:15 op en ik word er altijd al wakker van. Maar normaal kan ik nog een soort van insukkelen, maar niet als Niels dan ook nog wakker wordt. Dus nou, dat was nu het geval en ook niet een beetje wakker, maar gewoon krijsen. Dus ik moet eventjes, dat trek ik niet zo goed, want ik slaap gewoon laat. En ik kan best wel tegen weinig slapen, maar niet als het ook nog heel druk is op het werk. En als het elke dag is en nou, goed, maar maakt niet uit. We beginnen vrolijk. Vandaag moet ik werken, as usual. En morgen ga ik shoppen met een vriendinnetje. Zij is zwanger en ze dacht, Karine, help mij met zwangerschapskleding. Want niks zit meer lekker, dus dat gaan we morgen doen. Ik heb super veel zin in. Ik zou vandaag nog even borrelen met een vriendinnetje. Maar die heeft op het laatste moment, of tenminste, ze hoorde gisteren van een spoedopdracht. Dus die moet dat doen. Dus dan ga ik gewoon lekker naar huis vanavond. We zagen dat, ik zag op de... hoe heet het? Bier en appelsap. Hey, oh, je water? Hier is hij. Nee? Oh. Bier en appelsap, dat er leuke dingen waren. Boerderijen met lammetjes en zo. Ja, die? Ja, ik moet even helpen. Dingen met lammetjes waren en een kinderbioscoop en ik weet het allemaal niet. Nou, de rust is een soort van terug. Er moet weer van alles gebeuren. Maar het wordt wel gewoon een lekker weekendje. Dus ja, ik neem jullie weer mee. Zo, ik ben weer thuis. Lange dag. Ik heb inmiddels dit al aan. Ik heb net nog wel een filmpje opgenomen. En mijn moeder is er nog. Sven is nog even aan het werk. En, nou, het is weekend. Yes. Vanavond niet zo spannend. Morgen dus shoppen met een vriendinnetje. En de finale van Wie is de Mol. Oh, wie zou de mol zijn, Niels? Wie zou het zijn? Inmiddels zit ik in mijn konijnentrui. En we hebben chipjes en thee. En we gaan een filmpje kijken. Hoe heet hij ook weer, Sven? Iets met een militair die niemand neer wil schieten. Het is volgens mij... En toen was mijn geheugenkaart vol. Het was Hex, of hij heette Hacksaw Ridge. Of zoiets. Dus die gaan we kijken. Lekker op de bank met z'n tweeën. Hopelijk met Mittens, maar die is net weer even weg. En ja. Weekend. Love it. We hebben uiteindelijk toch geen film gezien. We hebben vakanties gezocht. Hey, Mewens. En nu zijn we helemaal moe en gaan we lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Het is zaterdag en wij zijn wakker. Beetje te vroeg. Niels was om 6:50 of zo wakker. Nee. We gingen zelf vrij laat naar bed, want we waren nog druk bezig met vakanties zoeken en zo. Het lijkt overigens wel dat we iets gevonden hebben, hoor. Maar we moeten nog even een klein beetje onderzoek doen. Ik vond het best wel lastig trouwens voor met een klein kind en zo. Je wilt toch dat het gewoon... Ja, weet je, met een klein kind moeten er toch wat meer voorzieningen zijn. We willen bijvoorbeeld in ieder geval dat er iets... Of het centrum vlakbij of een restaurantje. Dat je in ieder geval s'avonds nog kan eten. Want dat soort... Weet je, je wil natuurlijk een kinderbadje erbij. Het moet een appartementje zijn. We gaan laat, dus het moet ook nog een beetje behagelijk zijn rond die tijd. Dus... Ja, dat is even zoeken, maar het komt goed. En ja, dit is mijn pyjama trouwens. Ik heb Miade hier met een broekje. Ik heb helemaal allemaal kras op mijn been van Mittens. Maar goed, ze schrok ergens van. Ze zat op mijn schoot. Ik ga zo even ontbijten en dan op naar de Zumba. Niels is voor alle fietsreparaties.
Alle figuren. Ja. Ik zit klaar om te zumbaen. Ik moet alleen nog eventjes mijn schoenen aan doen, flesje vullen. En dan gaan we. Ik, Niels niet. Zo, ik ben inmiddels gezumbaat, gedoucht, aangekleed en gedaan. Ik heb een spijkerbloesje aan en een leren broek. En Niels is wil alleen maar bij mij zijn. Lekker in die fase, schat. Ja. Poepie. Ja, dat is papa. Mag je ook heen? We gaan zo eventjes met z'n drieën richting de stad. En ik ga daarna even shoppen met een vriendinnetje van mij wat zwanger is. En even hulp nodig heeft met zwangerschapskleding. Dus dat is altijd leuk. En ja. En daarna moet ik even zien. Oh ja, daarna nog naar de kapper. Niet heel belangrijk. Ja, ga maar. En dan niks. Ja, de finale van Wie is de Mol natuurlijk. Boosters mag je natuurlijk ook niet. Nee, mag ook niet. Maar je hebt wat plantaardig gebouwd. We zitten bij... Jozef, nee, ik kan niet zien. Daar zitten we. Op het plein. Al die dingen van jou. Zwart shirtje passen. Oh, dit is trouwens mijn haar before. Ik denk dat ik hem zo een stukje of zo afhaal. Het sportshirtje is wel prima, toch? Het is lang aan de achterkant. Maar... gepakt en bezakt terug naar huis. Ik zit nu op de fiets naar huis. Het was een soort leerproject bij de kappers. We hebben anderhalf uur gezeten. Want iemand moest leren hoe ze een bepaalde techniek op stijl haar ging doen. Het was op zich heel leuk, alleen duurde iets langer dan gepland. Maar het is altijd gek als mensen nu naar me zitten te kijken. En nou ja, eigenlijk zou Sven nog boodschappen doen, maar dat gaat dus niet lukken. Dus nu heb ik boodschappen in ieder geval voor vanavond gedaan. Dus nou, nu snel naar huis. Zo, ik ben weer thuis, iets later dan gepland. Net heeft Niels met Niels naar buiten geweest met zijn loopfietsje. Dit is mijn haar geworden. Even flink opgefrist. Ja, verder gewoon geknipt. En ze had een of andere... Niels moe. Een of andere nieuwe techniek moest oefenen. Maar dat ging goed. Ik was bij de graduates. Daar ga ik altijd heen. Niels, kom eens. Ga eens naar papa. Wat zie je aan het doen? Nu gaan we lekker eten. En ik heb net geknoeid met Niels te eten. Dus ik moet dat even... Niels eet zo nog een beetje mee, maar die heeft alvast wat gegeten. Maar goed, ik moet zo nog even mijn blouseje wassen. Dus ik moet even het waswerk hierin zetten, want ik kan er straks niet meer bij, want dan ligt hij in bed. Oh, lastig. Dat moment dat je weer vergeet te filmen, omdat je honger hebt. Oeps. Net de finale van Wie is de Mol gekeken en Sven heeft gewonnen. Tenminste, Sven zat op Thomas, dus hij heeft de mol goed en ik heb de winnares goed, Sanne. Alhoewel ik ook, Thomas stond ook op hoog op mijn lijstje en zo volgens mij aflevering 7 of 8. Toen dacht ik, ja, hij is het, maar Sven zat erop. Dus ik dacht, ik blijf gewoon stug voor Sanne gaan, maakt me niet uit. En ja, Jochem kon ik me echt niet voorstellen. Dus ja, mol is weer afgelopen. Ik kan het zeggen, omdat ik weet dat het alweer een tijd geleden is. Dus ik denk dat iedereen die fan is van Wie is de Mol, heeft het inmiddels ook al gezien. Verder denk ik dat ik op tijd naar bed ga. En ik ben op zoek naar een liedje van de Zumba. Ik heb ik wel een ander gevonden, maar ik zocht een liedje omdat ik dat zo vaak in mijn hoofd had. En toen hoorde ik vandaag, ik weet niet hoe die liedjes heten, maar dan hoorde ik vandaag een woord. En toen dacht ik, oh, misschien kan ik het daar wel op vinden. Ik zou het natuurlijk in theorie ook gewoon kunnen vragen. Maar deze heb ik nu wel gehoord. En misschien kennen meer Zumba mensen van jullie het. Boeit verder totaal niet, maar oh. Ik kan dan dus een halve weekend met zo'n Zumba-liedje in mijn hoofd zitten. Ik had het volgens mij helemaal niet gezegd, maar shoppen was heel gezellig. Vriendinnetje is goed geslaagd met zwangerschapskleding. Ik heb verder niks gekocht. Alleen een zomerjasje voor Niels, maar misschien moet ik toch een maatje kleiner kopen.
En daarna was ik nog even met Niels naar buiten met zijn fietsje. En morgen hebben we geloof ik niet zoveel de plans aan. Behalve dat omdat mijn kappersafspraak zo lang duurde ineens. Normaal ben ik in een half uurtje, drie kwartier buiten. Maar ik ben dus nu anderhalf uur geweest. Dan betekent dat we morgen nog even boodschappen moeten doen. Want dat wilden we eigenlijk daarna nog doen. Maar ja, als dat het enige is. Er is ook de Geertjeshoef of zo. Dat is bij Kasteel Haarzuidens. Daar hebben ze allemaal lammetjes en zo. En dat is morgen een lentefeest of zoiets, weet ik veel. Dus ik dacht, dat is misschien ook nog wel leuk. Maar moet maar even kijken, ook afhankelijk van het weer. Voor nu laat ik jullie met rust en ik zie jullie morgenochtend weer. En dat is voor jullie over 1 seconde. Goedemorgen, het is zondag en dit is mijn oude bedlook met mijn nieuwe haren. We hadden geen brood meer, dus ik ga Niels eventjes yoghurt geven. En ik heb nu bedden afgehaald en ons bed ook. Zit nu in de was. En het is wel mooi weer, denk ik. Ik moet even kijken wat we gaan doen. Ik moet in ieder geval even 1 filmpje opnemen. En ik wil even wat, sowieso wil ik even wat dingen aan mijn site doen, want ik loop een beetje achter. Dat is altijd, als ik ver voorloop, dan doe ik daarna dus even niks. En dan denk ik ineens, dus dat ga ik vandaag in ieder geval doen. En Niels was echt super vroeg wakker. Niels was om 6 uur wakker, maar hij was weer nat. Maar ik denk dat het komt dat we moeten echt de fles gaan afbouwen s'avonds. Of in ieder geval moet hij minstens gehalveerd worden. Ik denk gewoon dat hij nu te veel vocht had, want voorheen lekte die niet door, maar ik denk dat het, of tenminste de laatste tijd lekte die niet door, maar het is nu al 2 nachten achter elkaar wel. En hij drinkt dan een hele volle fles, dus ik denk dat we nu gewoon daarmee moeten gaan stoppen. Maar goed, hij heeft dus te kort geslapen, maar ik denk ook, hij heeft gisteren overdag heel veel geslapen. Hij heeft 1 keer 2 uur geslapen, dat is dan wel weer bij Sven, bij mij is dat dan nooit. En nog een keer 1 uur. Dus ja, dat is ook te veel. Dus hij gaat vandaag gaan we gewoon doorbikkelen tot na de lunch. Niels heeft een kunstwerkje gemaakt, hè Niels? Ja, nou gaan we het opruimen. Dat is vandaan met dit hoppatee. Ja, prachtig moppie. Ja. Nou, we hebben net even geverfd. Ik heb inmiddels mijn haar gedaan, make-up, filmpje opgenomen. Een hele leuke dupe video. Ik denk dat hij of gisteren of volgende week online komt als jullie dit zien. Echt heel blij mee. Dus tenminste, ja, met de video weet ik niet, want ik moet hem nog bewerken. Maar ik bedoel meer met de ontdekte dupe. Even denken. Sven is nu een deel van de boodschap doen. Het is nu 10:15. Sven is nu een deel van de boodschappen doen en dan gaan we daarna naar de Geertjeshoeve waar ze lammetjes hebben en die kan je ook melk geven en zo. Ik weet het niet, de collega's van mij gaat er ook heen, dus dat is gezellig, want die heeft ook 2 kindjes die Niels al een klein beetje kent. Dus daar gaan we zo even heen, dat is vanaf 11 uur, dus Sven dacht dan doe ik alvast een deel van de boodschappen, want we eten vanavond stoofvlees. En dat moet natuurlijk lang opstaan, dus dan heeft hij dat alvast binnen en dan halen we straks, gaan we met z'n tweeën nog even naar de Albert Heijn. Ik bedoel dat het deel van de boodschap bij Lidl, deel bij de Albert Heijn. Verder is het hier een zooi, dus dat ga ik nu even opruimen. Ik ben zo blij met die tube. Ik weet niet of je iets aan me ziet en je denkt, hé, wat leuk. Spannend, we houden de spanning erin. Altijd een goed idee. We zitten in de auto, we gaan naar de Geertjeshoeve in bij Kasteel Haarzuidens. Hoe dat dan ook heet. Bij Haarzuidens in ieder geval. En Niels is net in slaap gevallen, maar het is echt nou, een kwartiertje hooguit rijden. Dus het schiet lekker op. We zitten even een broodje nog te eten. En dan zijn we er alweer nog 3 minuten. Die heeft dorst. Die heeft dorst. We gaan nu weer terug. Niels vond het fantastisch, zoals je misschien op de filmpje al een beetje kon zien.
Hij rende ook echt door die stal heen met zijn handjes zo helemaal wijd. Alsof hij al die geitjes ging high-fiven. Het was echt mega schattig. En er was een collegaatje, ze was ook gezellig met haar kindjes. En nu gaan we weer naar huis. En het is bedtijd voor de kleine man. Eerst nog even wat eten. En dan slapen. Wordt even een lijntje gekeken. Want wij waren van alles aan het voorbereiden. Hier wordt bananenbrood gemaakt. Het eten voor vanavond. En ik heb net wraps gemaakt voor mee. Die heb ik al in de koelkast gezet. Dus, heel karwei. De aardappelkroketjes zitten er. Iemand aan het eten vanavond met het stoofvlees. Dan dan. Het is 6:10. Ik heb het idee dat Niels niet helemaal lekker is. Hij heeft rode wangen en is een beetje huilerig aan het worden. En is een beetje warm. Dus even kijken hoe dat gaat. Ja, ik ga even Niels spelen. En mijn hoofd ziet er ook niet gek uit. Ach ja. Misschien nog een tipje voor anderen. Niels eet in principe praktisch alles. Maar wij beginnen eigenlijk altijd met de groenten. Omdat hij anders vooral de aardappels en het vlees wil. Dus we geven gewoon eerst groenten. En dan daarna pas de rest. En dat werkt eigenlijk heel goed. Gaat er zo in. Oeh. Nou, dit keer vergeet ik het niet te filmen hoor. Heerlijk stoofvlees, tenminste. Het ruikt heerlijk. Maar het zal zijn kennende wel heerlijk zijn. Aardappelkutjes en broccoli. Nam, nam, nam. Inmiddels is mijn make-up eraf. En ik zit nu de laatste video, tenminste de laatste video bewerkt. Ben ik nu aan het uploaden en de tekst erbij aan het zetten. En dan is het klaar voor vandaag. Dan heb ik weer een hele hoop gedaan, gelukkig. Want het was echt nodig, want ik liep een beetje achter. Sven heeft even met Niels gedoucht, want ik heb het gevoel dat het een beetje slijm of zo vast zit. Dus dan helpt douchen soms wel. Dus die ligt nu heerlijk te slapen. Oeh, het ziet er gek uit in dit licht. Het is nu 7:45. Om 8:00 ga ik Moordvrouw kijken. En toch nog even het bed opmaken. En dan gaan we lekker in bed Homeland kijken. En dan was dat het weekend alweer. Hè, poepoe. Ik zat net wel te bedenken. De laatste keer, zeg maar, het is met een kind, zeg maar, is een weekend, zeg maar, heel anders dan voorheen. Want je gaat toch dingen doen en zo. Je gaat niet met een kind de hele dag op de bank liggen. En vroeger kon je nog wel eens een hele dag Netflix kijken. Ja, dat doe je dus niet meer. Tenminste, wij niet. Dus had ik ineens over na te denken. Maar goed, maakt ook niet uit. We zijn lekker naar de boerderij geweest. Weer eens wat anders. Nu nog even dit afmaken. En dan chillen. Ik ga dit eten. Ik ben heel benieuwd. Maar hier zit dus maar. Eens kijken. Waar staat het? Kijk, lactosevrije yoghurt. Er zit maar 0,01. Hij stelt niet scherp. Maar goed, er staat 0,01 gram lactose in per 100 gram. Dus ik dacht, ik ga dit testen. En ik vroeg aan Sven of hij dat ook nog mee wilde nemen voor mij. Maar hij zag het niet bij de Albert Heijn, maar wel deze. Deze is 20 gram proteïne. En deze is raspberry. En we hebben ook nog aardbei, kwark. En deze is dus ook lactosevrij. Maar het staat er gewoon helemaal niet duidelijk op. Dus tipje. Voor mensen die lactosevrij eten. Tipje. Het is nu 21:20. Ik ga de vlog afsluiten. Wij gaan nu even het bed opmaken. En dan gaan we altijd middags Jonassen. En dan om 10:00 is Homeland. En voor die tijd wil ik gewoon al lekker helemaal klaar en in bed liggen. Ik ga nog even bananenbrood. Ik ga nog even laten zien. Bananenbrood eventjes voor, zeg maar, in aluminiumfolie doen. Kijk, fijn zijn. Kijk, dit is het. En dan kan er weer de hele week bananenbrood mee. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Ik wil je in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En duimpje omhoog als je hem leuk vond. En ik zou het fantastisch vinden als je wilt abonneren. Dat kan door hier op mijn gezicht te klikken. En ik wens jullie een fijne dag. Doeg!